Veel graag japanse U games Ja, ja. Het is dat, dat is het topic van deze week. Top 10 J-NOX waifu-games. Ah ja, ik had dat ook legit. <laughs> de, 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 de top 10 beste kussens Dat was een van de week nog ruzie had me iemand over. Oh, zeg maar. Hoe kun je daarover ruzie hebben? Ja, dat was zo de nummer 200 van Europa in CS. En die probeert ze te trash-talken. zeg, je hebt een anime-profielfoto op Steam. Zeg, moet je niet gaan knuffelen met je waifu-pillen of zo? Heb Je dus 10.000 uur CS gespeeld de laatste twee jaar of zo. Get the fuck out of here. Oh. Ja, ik, ik haat zo van die... Ja. In de vorige aflevering zei ik dat je dingen moet kunnen relativeren. No ja. Dat was eerder zelfreflectie, denk ik. We staan een een Naruto, dus we haten niet alles van anime. Oh nee, nee, nee. Ik haat bewust... Ik, ik vind Naruto de max. Ik ja. Goede show, alleen de fillers op het einde van ja. gewoon en kut. En dan heb je Rutte Shippuden en zo Oeh, nice. En dan ben je we weer zo wat fillers en snorfest. Mm. Film met L'Alchemist, topserie. Dead Note, topserie. Ik heb nu op, originele, op De origineel, niet Netflix. Ik uh, Genesis Evangelion volledig gezien. What the fuck joh, mijn brein doet er nog altijd pijn van, maar wel fucking coole shit. Aanrader wel. Ja, was oh, bon, maar 20, 26 afleveringen. Ik was bon aan Dragon Ball Z, maar daar. Uh, dat, dat lukt mij echt niet. Dat, dat is, is dat te je dat meegemaakt villig. in je jeugd of ja. niet. Dat is te veel filler in mijn hosting. Ik wist ook niet dat het al zo oud was. Dat is super dat is oud. Dat oud. Ja, super want op oud. de nestelt er dus alvast. Ja, uit. van de originele Dragon Ball en dan dat die nog van Dragon Ball Z ook nog NES games. Maar inderdaad, Dragon Balls van wat 84 of zo de originele. Jesus manga. Christ was yes. nog zeven jaar niet geboren. Ja, ik had nog wel even om de topic of Japanese stuff. Had ik op Netflix die Dragon Quest Your Story film gezien. Eh? Dragon Quest is zo. So... Dragon Quest in de film? Dragon Quest is in de film. Dus Dragon Quest voor de mensen die niet weten, is het tegenhanger van Final Fantasy, uh, maar meer zo medieval. Door de tekenaar ook van Dragon Ball Z, die heeft de character designs a Akira gedaan. Toriyama. Inderdaad. Ha, hey, I'm a nerd. Uh, <laughs> wat ook zo zot is, Dragon Quest is ook zo groot in Japan cool. dat die een wet hebben dat een Dragon Quest op in het weekend moet uitkomen. Want die had een paar keer meegemaakt dat die in de week uitkwamen en dat dan de algemene workforce in Japan had afgenomen op die dagen. Dus sindsdien hebben die een wet waardoor die in het weekend moeten uitkomen. Want te veel Japanners. Ik heb dan... al een keer gehoord. Wat is insane. De no Dragon Quest-wet. Right? Um, maar die heeft film in Netflix. Ik ja, ik denk afgeven. dat ik het al eens gezegd heb. Maar die heeft film op Netflix. Ah, hij ziet er super schoon uit. Uh, het is het verhaal van Dragon Quest V. Maar het is ook wel een beetje een ode aan. Games in general. Het is echt. Er zitten een paar supercoole stijlvinden in -e uh, 3D, CGI. Maar ze mm, hebben wel de stijl moeten veranderen. Een beetje weggeraakt van dat Toriyama gegeven. Omdat dat de simplistisch was mm -hmm. voor CG. Maar ik vind het heel mooi qua mm -hmm. effecten. En er zit ook zo'n coole shit in dat zo die game dingen wat vertaald worden. in de 3D wereld en zo. En dat is wel, wel heel cool gedaan. Dat vond ik ook wel. aan de. de final scenes van een van de Castlevania seizoen. Ah ja. Was ook zo. Een en al verwijzingen naar de game, dat je zo zegt van... Oh, dat is dat dat, dat is die move. Holy shit, oh. what the... Like, like, yeah, ik was ja. zo hyped toen ik dat... Ja, oh, ja. Castlevania, ik hoop dat je het doorgaat, want je in, in de hele... Dingen dat de afgelopen weken gebeurd is met mensen met sexual harassment en allemaal, is de schrijver van die reeks ook. Ook uh, al. Miljarden, ja. Maar ik denk what ook the zo van: hell. het is Castlevania, dat gaat verder dan die mens. Het is zelfs de verhaal van de games als ze echt pakken van Castlevania 3 op de NES. Dus ik heb zoiets van: move past it, don't let it die, please. <laughs> ja,